Goedendag. Dit is het weekoverzicht van de afgelopen week met de belangrijkste gebeurtenissen in uw regio. Delft trekt 400.000 euro extra uit om maatschappelijke activiteiten ook in de toekomst mogelijk te blijven maken. Hiermee verzacht de gemeente voor een deel de effecten van de voorgenomen bezuinigingen. Het extra geld gaat met name naar de exploitatie van jongerencentrum De Border, Delft voor elkaar, DOC en de programmering in Open. Een van die partijen die de steun krijgt is Stichting Welbevinden, die jeugdactiviteiten organiseert in jongerencentrum De Border in Tandhof. Dat gebouw zou gesloten worden, omdat het maar beperkt gebruikt werd. Er worden daar nu samen met bewoners weer allerlei activiteiten georganiseerd. Ook DOC kan met extra geld weer doorgaan met een deel van de activiteiten die eerst geschrapt was. Tot 2025 trekt Leidschendam-Voorburg 10 miljoen euro uit voor corona-herstelbeleid. Dat gaat onder meer naar extra begeleiding voor inwoners die al langere tijd werkloos zijn en ondersteuning van de jeugd. Ook wordt geld besteed aan het voorkomen van eenzaamheid en het zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verbeteren van winkelgebieden, de openbare ruimte en de cultuur. De gemeente heeft een lijst van 7 punten gemaakt waaraan moet worden gewerkt. In januari neemt de gemeenteraad een beslissing over het voorstel. De TU Delft heeft de Waterinnovatieprijs gewonnen in de categorie Gezond Water en Gezonde Bodem. Het Hoogheemraadschap Delfland sponsort dit onderzoek en maakt onderdeel uit van het onderzoeksteam. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt om innovaties op het gebied van watermanagement te bevorderen. De TU Delft werkt aan AdOx, een techniek waarmee medicijnresten en andere microverontreinigingen uit afvalwater kunnen worden gehaald zonder schadelijke effecten. Een korte uitleg. So, AdOx, as the name suggests, is a combined process between absorption and oxidation. It all thanks to this zeolite powder material that can absorb organic micropollutants such as pharmaceuticals. But we want to use it again and again and again. And that's why we made granules out of it. And the organic micropollutants that comes inside these granules will be oxidized by ozone gas. And they will break down, and we have a backwashed layer in a filtration column. At first, we have the zeolite granules, and we make them in the lab, and we pack them in this column. It is used for the uptake of the pharmaceuticals from the wastewater. And we inflow the wastewater inside column and we filtrate the wastewater. And afterwards, we use the ozone to oxidize the pharmaceuticals absorbed on zeolites. And then the whole column can be renewed and for the next absorption. So we already proven in a lab scale that the zeolite can absorb micropollutants to around 80 until 85%. This is our objective to scale it up. Yeah, for now it's like we already ran the experiments with the real wastewater at lab scale, and we found out like it's quite effective. So we're already planning a pilot scale, and later on we think maybe we can operate in a full scale as well. De Waterinnovatieprijs is een initiatief van onder andere de Unie van Waterschappen. Een 32-jarige man is gewond geraakt bij een steekpartij in Den Haag. Dit gebeurde tijdens een ruzie in een huis aan de Meeuwenstraat. Meerdere mensen raakten met elkaar in gevecht. Daarbij werd met een mes gestoken. Het slachtoffer werd door de politie gevonden bij een tankstation aan de Sportlaan. Hij is door het ambulancepersoneel behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Twee verdachten zijn aangehouden. Eén van hen bij de woning in de Meeuwenstraat en de ander in Voorhout. Het zijn twee mannen van 46 en 58 jaar uit Den Haag. Westland heeft gerealiseerd dat bij bijna alle laagbouwwoningen ook het blik en plastic afval apart wordt opgehaald. De
Daarvoor zijn er op veel plaatsen extra verzamelcontainers geplaatst en ook zijn er ophanghaken aan lantaarnpalen gemaakt, zodat de zakken met plastic afval kunnen worden opgehangen. Door het apart inzamelen kan afval makkelijker en schoner worden verwerkt. Volgens wethouder Snijders van afvalinzameling wordt er nu veel minder restafval ingezameld. Plastic en blikproducten kunnen nu opnieuw worden gebruikt en dat bespaart veel geld. Papier en etensresten werden al eerder apart ingezameld. De regenboogschool en de touwladder in Zoetermeer gaan hun leerlingen dagelijks een gratis ontbijt geven. De kinderen en hun ouders krijgen ook voorlichting over gezonde voeding en bewegen. Het gratis ontbijt is een proef en duurt tot het einde van het schooljaar. Er zijn kinderen die zonder ontbijt naar school gaan. Ze hebben daardoor een grotere kans om leerachterstanden op te lopen. De gemeente wil onderzoeken of het mogelijk is alle kinderen in het basisonderwijs een gratis ontbijt aan te bieden op de school. De kinderen ontbijten gezamenlijk voor schooltijd en het wordt verzorgd door vrijwilligers. De waterschappen hebben het belang van water en de bodem benadrukt bij de formatie van een nieuw kabinet. Daarmee moet rekening worden gehouden bij de toekomstige inrichting van Nederland. Zo moet er bij de bouw van woningen meteen al rekening worden gehouden met klimaat en water. De waterschappen willen dat er nauwkeurig wordt gekeken of een bouwlocatie geschikt is voor toekomstige klimaatverandering. Ze willen vooral dat alle overheden samenwerken om tot veilige woningen te komen die bestand zijn tegen bijvoorbeeld een stijgende zeespiegel. Juri Matteman wordt de nieuwe directeur-bestuurder van Bibliotheek DOC in Delft. Hij volgt Margot Nicolaes op en de Raad van Toezicht is verheugd met de komst van de nieuwe directeur. Matteman is op dit moment hoofd educatieve ontwikkeling bij Naturalis. Ook is hij voorzitter van een samenwerkingsverband van 11 gemeenten op het gebied van cultuureducatie. Daarvoor was hij oprichter en algemeen directeur van de Praktijk, een project- en adviesbureau in wetenschapseducatie en communicatie. Matteman begint in februari aan zijn nieuwe baan. Sporters uit Zoetermeer kunnen aangemeld worden voor de sportprijzen van 2021. Er zijn verschillende categorieën waarin prijzen worden uitgereikt. Er is ook een prijs voor de meest maatschappelijk betrokken sportaanbieder. Aanmelden kan tot 6 januari 2022 en uit alle aanmeldingen worden per categorie 3 sporters genomineerd die kans maken op de prijs. Omdat de gemeente vorig jaar geen prijzen kon uitreiken, worden ook de sportkampioenen van 2020 gehuldigd. Dit gebeurt op het sportgala dat op 17 februari 2022 wordt gehouden. Den Haag doet te weinig aan het voorkomen van vervuiling op straat. Dat is de belangrijkste uitkomst van het onderzoek Schoon op papier van de Rekenkamer. De doelen van de gemeente zijn verouderd en te algemeen. Ook wordt te weinig ingezet op het oplossen van oorzaken van rommel op straat, hondenpoep en zogenoemde weesfietsen. Op papier is Den Haag schoon, maar in de praktijk is dat op veel plekken niet het geval. De bewoners van Den Haag zijn ontevreden. U hoort de Rekenkamer over de voorgestelde oplossingen. Wij bevelen daarom aan dat de gemeenteraad preciezere doelen gaat stellen. Bijvoorbeeld door aan te geven op hoeveel plekken er ernstige overlast mag zijn in een stadsdeel. Dus niet één meetlat voor de hele stad of een stadsdeel, maar specifieke meetlatten per soort vervuiling en locatie. We zien daarnaast dat het college vooral inzet op het wegnemen van vervuiling die er al is. Er wordt te weinig gekeken naar de oorzaak van vervuiling. Hoe komt het dat mensen op bepaalde plekken in de stad hun afval of hun oude fiets niet op de juiste manier aanbieden? Waarom ruimen mensen hondenpoep niet op? Door uit te zoeken wat de oorzaak is, kunnen vervolgens oplossingen worden bedacht. Alleen handhaven en opruimen levert op de lange termijn geen verbetering op. Met onze aanbevelingen willen wij bijdragen aan een aanpak van vervuiling die zorgt voor een echt schoon Den Haag. De voorstellen van de Rekenkamer om de situatie te verbeteren worden door de gemeenteraad overgenomen. Vanaf volgende week kunnen Zoetermeerders op afspraak een boosterprik halen op de Boer Havelaan 33. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners in hun eigen stad terecht.
De priklocatie aan het Stadhuisforum is te klein en eigenlijk altijd volgeboekt. Een afspraak maken kan via de GGD op www.coronavaccinatieafspraak.nl of telefonisch. De gemeente heeft er samen met de GGD voor gezorgd dat de extra boosterpriklocatie kon worden ingericht. In Westland is de afgelopen week de vaccinatielocatie in Schravenzande geschikt gemaakt voor de boostervaccinatie. En ook in Poeldijk wordt een vaccinatielocatie ingericht. Racerunners Femke Hogelander en Icar Klem winnen de Wouter Duinesveld Award 2020. Ze ontvingen daags de sportprijs voor de gehandicapten in het clubhuis van het tennisbanencomplex Metz. Wethouder Bredemeijer van Sport reikte de prijs uit. De andere genomineerde was judoka Bob Lausberg, die net als de winnaar al eerder de jeugdstimuleringsprijs won. De Wouter Duinesveld Award is een initiatief van de Stichting Haagse Sportstimulering voor gehandicapten dat succesvolle Haagse sporters met een beperking in het zonnetje zet. In verband met de coronapandemie werd de bekendmaking en overhandiging van de prijs uitgesteld tot nu. Tot zover het weekoverzicht. Heeft u nieuws voor ons? Neem dan contact met ons op. Maak foto's of video's met uw smartphone van bijzondere gebeurtenissen en stuur ze naar onze redactie. Dat is redactie@regionieuws.tv of via WhatsApp naar 06 1970 2510. Dank voor uw aandacht, een fijn weekende en blijf vooral gezond.